30K9, meeluisteren. 3800, meeluisteren. Wij hebben sowieso een melding gekregen, 2 minuten geleden, van een verdachte die mogelijk 2 mensen heeft aangereden. Rijdt op een mat zwarte motor, heeft een mat zwarte helm en is sowieso donker gekleed. Kenteken is niet zichtbaar en de 112 volgens de 112 melding stond er zelfs dat er geen kenteken ter sprake was. Graag met een Prio 1 naar de Los Santos Customs. Naarmate u dichterbij er komt, dan kunt u gewoon met de Prio 2 rijden om verdachten niet af te schrikken. BTGV is toegepast, benaderingstechniek, gevaarlijke verdachte, heeft mogelijk een vuurwapen. Houd daar rekening mee. Dat kan even. 38.00, begrepen. Achtendertig verminderd naar een Prio 2. 38.00 hebben verdachten. Dus achter de 00 verdachte in zicht. Is zojuist van zijn motor afgevallen. We zijn voor de Los Santos Customs. Politie, handen omhoog! Omdraaien! Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Heeft u enig wapens bij u? Steekwapens, vuurwapens, wat dan ook. Ik heb een mes. Oké, ik wil nu dat u met uw rechterhand het mes pakt. Heel voorzichtig en laat hem op de grond vallen. Oké, wij komen naar voren. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten.
Geen bedekking. Oké. Sean, kan jij even het mes oppakken daar? Oké, meneer, volgt mij maar even van de straat af. Voor je veiligheid. Oké. Als je je helm even kan afdoen, dan zal dat mooi wezen. Ja, nog beter zelfs. Oké. Oké, meneer. Wij hebben een 112-melding gehad over u. Dat u waarschijnlijk twee mensen zou hebben aangereden. U bent niet tot de antwoorden verplicht. Maar kunt u sowieso verklaren waarom u zo snel reed in het verkeer? Ja, ik had het haast, maar ik vond het wel leuk om even een nieuwe motor te testen. Oké. En dat er nou twee mensen zijn aangereden, nou, dat is een probleem. Oké, meneer. U bent sowieso nu gearresteerd. U bent van uw vrijheid ontnomen. De reden hiervoor is op de verdenking van het aanrijden en doorrijden. Van uw rijgedrag sowieso. Hierbij kan u sowieso ook verwachten dat uw rijbewijs wordt ingenomen door uw rijgedrag. En dan kunt u misschien, als u nog geluk hebt, bij het CBR aanmelden. Ja? Oké, Oké. okay. Als u nog heel even voor me wilt omdraaien, dan heeft u misschien nog wat anders op zak waarmee ik me kan verwonden. Eventueel. Ik heb een zaklamp, maar ik denk niet dat er heel veel voldoende mee kan gebeuren. Oké, geef die maar even aan mij. Ja, bedankt. Oké, u wordt nu bent u officieel gearresteerd. Het is nu 20 voor 4. U bent op dit moment van uw vrijheid ontnomen. U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt of doet kan tegen u worden gebruikt tijdens een rechtszaak. U heeft het recht op een advocaat. Kunt u geen advocaat betalen, dan krijgt u er eentje van de staat. Ja? Begrepen. Oké, u heeft totaal, u hoeft niet te antwoorden, maar heeft u een verklaring voor het aanrijden van twee mensen, daarna doorrijden, uw rijgedrag helpt daar zeker ook niet bij. En u ging zo hard dat u sowieso nog geluk hebt dat je sowieso nog leeft. Want eigenlijk had je die klapper niet eens mogen maken. Maar hoe dan ook, heeft u nog verwondingen ergens? Tot zover ik nu weet niet. Oké, okay, dan Oké, okay, dan ga ik nog even kijken of u iets anders op zak hebt. Zo niet, dan gaat u mee naar bureau en dan wordt sowieso een rechtszaak tegen u aangespannen. Sowieso denk ik wel dat de twee mensen een rechtszaak aanspannen. Als ze niet al dood liggen in het ziekenhuis. Oké, okay, meneer heeft niks op zak. Transport jij hem? Beetje rippen. Ja, is gewoon daar. Volg mij maar, meneer. Ja. Dan zal ik ook zeker vast en zeker de deur voor je open doen. Alsjeblieft. Oké, okay. Gewoon met een. Moment. Gewoon met een prio 3.
daarheen rijden. Dichtstbijzijnde station is daar. Ik ga even kijken.